want to amplify the voice of all kinds of civil society organizations, nationally and internationally. Democratie. Samen vormgeven aan de samenleving. Dat we kunnen leven in het wens van het heden, zonder de wensen van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Develop over centuries. But are we adequately listening? Are we self-critical? Should not we improve in the assistance for democratization? We're in the capital of SDG 16, peace and justice, and we've gone down on the corruption perception index globally. For the first time, it's our lowest score ever. People are rising up in their own countries because they are fed up with corruption, they are fed up with authoritarian abuse, they are fed up with economies that don't work for them, and so they're doing this on their own. Respect is not only asking the questions, but really listen to the answers. Wat de overheid zou moeten doen in onze visie is beter luisteren naar wat de inwoners vinden. En ook praten met inwoners om ook te putten uit die kennis en creativiteit die er in de samenleving is. We op het werken, want we weten dat in landen waar politieke wil is om de democratie te bevorderen, daar boek je eigenlijk de beste resultaten. En dat laat een Zweedse evaluatierapport ook heel mooi zien. Maar die flexibiliteit hebben we niet, omdat we vastzitten aan landenlijstjes. We've gone to the courts in South Africa and different mining communities have won cases. So for example, Makua and Mawua, the social movements that I work with, went to the High Court and stopped processes around legislation and changes to legislation. And the High Court recognized that communities were affected and key stakeholders, right? And so that delayed processes, but it didn't yield a substantive change again in terms of legislation or changes on the ground. How do you, or what's the strategy behind trying to sort of embed credibility behind the information? En het is juist omgekeerd. Wat doen wij met z'n allen? Dat in sommige stadsdelen het percentage bij de gemeenteraad 10% was wat kwam stemmen. En in andere stadsdelen meer dan 100%. Is de wijsheid van de politiek, van de wetenschap en van de gemeenschap echt te combineren met elkaar. Trust more citizens to be able to share power with them. And this way start a virtuous circle of sharing power and trusting people, trusting the government, government trusting the people. Een andere soort processen waarin je, dan denken we even op provinciaal niveau, dat je in het lokaal niveau, dat je in verordeningen kan opnemen dat er een bepaalde mate van consent moet zijn binnen een gemeenschap voordat er überhaupt iets mag gebeuren. Ja. De term daarvoor is lokalisme, hè? Dat is een filosofie van dat je echt vanuit bottom-up denkt en alle besluitvorming ook vanuit bottom-up laat ontstaan. Dat is een hele andere dynamiek die dat geeft. Lisbeth, zit jij wel eens in op dromerige momenten daarover te denken, van hoe zouden we dat kunnen vormgeven? Ja, nou ja, je noemde net al dat experiment dat we hier in de stad in Oost-Parkwijk hebben gedaan, wat daar heel erg op begint is. The national idea with the governments, or how we can reduce this reliance on philanthropy for funding, and how we can strengthen civil society in a way that doesn't actually undermine their independence. Democratie moet je beschermen en dus voor je in opstand komen. Waar ook ter wereld. Beschermen, versterken, vernieuwen.